In deze video gaan we uitleggen hoe je zowel de remvloeistof als de remblokken van je motorfiets vervangt. Elke motorfiets is anders, maar de basis is hetzelfde. We gaan je even stap voor stap meenemen en laten zien hoe het moet. We beginnen met de boel een beetje goed schoon te maken. Dan halen we nu de remklauw los. Om er goed bij te kunnen moet in dit geval ook het spatbord los. Dus daar beginnen we mee. We kunnen nu de remklauw loshalen, zodat we erbij kunnen. Het kan zijn dat de remklauw een beetje kleeft, maar hij komt wel los. Hier kun je zien dat de remblokken eigenlijk nog wel wat remvoering hebben, maar voor vandaag gaan we het toch even vervangen. Als die streepjes plat liggen, dan zijn ze op. Het is niet heel erg om de remklauwen heel even aan de remleidingen te laten hangen. Het gaat geen dagen doen, dat is niet heel goed voor. We gaan nu kijken of we de blokken eruit kunnen krijgen. Nou, elke remklauw is over het algemeen anders, maar palletjes, pennetjes, dat is wel de norm. Nou kan het voorkomen dat hij niet genoeg ruimte heeft. Dan zetten we even een schroevendraaier ertussen, niet op de remzuigers, maar tegen de voering aan van de remblokken. En dan duw je heel rustig de remzuigers naar binnen. Nu heb je een stuk meer ruimte. Het glijpennetje werkt niet helemaal mee, maar... Met een hamer lukt dat altijd. Pennetje goed aan de kant leggen. En het veertje ook. En in principe... Kijk. Goed opletten, want er wil nog wel eens een plaatje onder zitten, zoals hier ook. Dat die er niet uitvalt. Nou, deze remblokken kunnen eigenlijk nog lang genoeg mee. Maar we gaan ze voor de video toch even vervangen. Remblokken heb je er in alle soorten en maten. Afhankelijk van je rijstijl en wat je ermee gaat doen. Kies een merk, kies iets uit. Deze zijn van SPS. Maar zorg altijd dat ze voor het juiste type zijn. Dus je kunt je dealer bellen, je kunt online kijken. Deze blokken passen alleen in deze remklauwen. Piepen hier remmen nou heel erg. Beetje kopervet op de achterkant. Is het piepen gelijk verholpen. Het pennetje schuif je simpelweg terug zoals hij eruit gekomen is. Opnieuw een klein tikje. En met alles weer op zijn plek schuif je hem terug waar hij hoort. Deze boutjes zijn niet zo heel erg. Er staat geen spanning op of niks, maar de remklauwbouten zijn wel echt belangrijk. Draai ze aan met een ratel. Maar altijd even controleren en aantrekken met een momentsleutel op het juiste aanhaalmoment. Staat in je handleiding, wellicht ook online, doe het, want het zijn toch je remmen. Heel belangrijk, je hebt net je remblokken vervangen. Druk is nu van het systeem dat we de remzuigers naar buiten hebben geduwd. Even een paar keer knijpen zodat je weer remdruk hebt, want anders heb je gewoon geen remmen en levensgevaarlijk. Of je nou je remvloeistof gaat vervangen omdat het oud is of omdat je nieuwe leidingen hebt en je wilt ze ontluchten, begint altijd bij hetzelfde. Een stukje slang en een potje om de remvloeistof aan op te vangen. Je haalt het stofkapje van het ontluchtingsnippel. Wat voor slang maakt niet zo heel veel uit, het kost niet zoveel. Het wordt toch wel hard, dus gooi het liever na de hand weg. Let wel op, het slangetje is een beetje lang. Maar anders stoot hij straks het potje omver. En remvloeistof is heel agressief rommel. Willen we niet over de grond hebben. Heel simpel trucje om zeker te zijn dat je geen vloeistof morst. Klein sneetje in het doekje. Zodat hij precies om het reservoir heen past. Een beetje prielen. Maar dan weet je zeker dat er niks langs loopt. Als alles vervolgens goed ingepakt is... Gaan we heel voorzichtig het dekseltje losmaken. Ze zitten niet heel vast, maar ze worden ook niet heel vaak losgehaald. Zorg ervoor dat je de juiste maat schroevendraaier, of in dit geval Torx, hebt. Je draait ze heel makkelijk kapot en
Dan ben je echt verder van huis. Als je het dekseltje los gaat halen, extra doekje bij de hand. Er zit een rubber membraan onder. Daar wil nog wel eens wat remvloeistof aan vastkleven. En je wil dit niet druppen op gelakte delen, want het bijt heel snel uit. Kijk, daar gaan we al. Voorzichtig openmaken. Alles opvangen. Oké. Nou, zoals je ziet is deze heel vol. Dus heel voorzichtig mee doen. Eén druppeltje. En binnen no time is de verf weg. Nu gaan we het ontluchtingsnippel beneden losmaken. Maar niet voordat we de rempomp indrukken. Sleutel even de juiste maat, verschilt per motorfiets. En dan draaien we hem hier beneden los. Een half slagje is vaak al genoeg. Anders komt het heel gemakkelijk langs het nippel. Laat je even lopen tot het een klein beetje in de leiding zit en dan draai je hem weer dicht. Dan laat je de hendel pas weer los. En dat gaan we zo een paar keer doen. Indrukken, losmaken en dicht draaien. Indrukken, losdraaien en vast en weer los. Dus je herhaalt de stappen van het inknijpen, het losdraaien en vervolgens even laten lopen en weer vastdraaien. Maar hou het pijl goed in de gaten. Als het te laag komt, ga je lucht naar binnen zuigen en dan kun je weer helemaal overnieuw beginnen. Dus als die te laag komt, een beetje bijvullen. Maar voor nu zijn we nog steeds aan het leegpompen. Als we de remvloeistof erbij gaan pakken, is het een goed moment om handschoenen uit te trekken. Remvloeistof is een heel agressief spul. Het vreet door verf heen, maar het tast ook je huid aan. Wanneer je het membraan en het dekseltje terug op de reservoir plaatst, doe dat dan altijd voorzichtig. Want er loopt nog steeds heel gemakkelijk wat over het randje. Mocht je alsnog knoeien, veel water met zeep, spoel het goed na, want gelakte delen, remvloeistof bijt het meteen uit. Welke remvloeistof je specifiek nodig hebt, staat over het algemeen op het dekseltje van het reservoir. In dit geval is dat DOT 4. Nou, komt goed uit, hier hebben we DOT 4. Je hebt ook nog verschillende andere soorten, heeft allemaal te maken met kookpunt en dat soort zaken. Hou je aan wat op het dekseltje staat en je komt een heel eind. En anders kun je altijd nog eventjes je handleiding checken. We gaan de fles openmaken. En er zit een klein verschilletje in. En dan snap ik dat je geneigd bent om het hele folietje er in één keer af te halen. Houd je in. Snij er een heel klein hoekje uit. Giet een stuk makkelijker. Doekje bij de hand. En dan vul je hem heel rustig bij. De nieuwe vloeistof is duidelijk helderder, al is de oude ook nog niet eens zo heel oud. Het reservoir zit weer vol en dan gaan we weer hetzelfde doen. Op druk brengen en opnieuw het nippel een halve slag openen. En weer dicht. Dit proces blijf je herhalen totdat alle vloeistof gewoon netjes helder en netjes licht is. Helaas gaat het hier niet zo goed. We kunnen het niet zo goed laten zien tenminste. Want de vloeistof is niet zo heel oud. Anders zou die heel donker zijn, heel bruinig, veel vervuiling, dat zie je nu niet. Maar als dat er allemaal uit is, dus je ziet alleen nog maar de heldere vloeistof die je er ook bovenin giet, dan ben je klaar, dan zijn je remmen ontlucht. Nou heeft deze motorfiets twee remmen aan de voorzijde, dus aan de andere kant doe je het proces nog een keer. En dan hoor ik je denken, maar deze motorfiets heeft ABS, die bereik je niet. Maar dat beetje vloeistof wat overblijft daarin is geen ramp, er zit zoveel nieuwe vloeistof in, die werkt veel beter. En omdat er geen vocht in zit, wat er gebeurt met oude remvloeistof, het maakt niet zo heel veel uit, dat kleine beetje. Je remmen zijn zometeen goed ontlucht, goed op druk en grote beurt voor je remmen klaar. Meer video's van motor.nl zien? Klik dan op één van deze video's en abonneer je meteen op ons kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.